De regering heeft beperkte middelen, waardoor de begroting in haar huidige vorm niet uitvoerbaar is. Daarom zal een ingrijpende nota van wijziging ingediend worden in het parlement. Dit was de conclusie na het spoedoverleg tussen de regering en de coalitie dat gisteren in het perscentrum is gehouden. Het overleg werd geleid door president Desi Bouterse. Diverse ministers en coalitieleden hebben duidelijkheid gevraagd over de projecten die wel uitgevoerd kunnen worden. Volgens vicepresident Ashwin Adin is de begroting heel scherp geanalyseerd. Hij benadrukt dat diverse pijnpunten zijn besproken tijdens dit spoedberaad. En de nota van wijziging gaat natuurlijk een bepaalde cap hebben. En we gaan alles eraan doen om het binnen de normale, stringente cap te houden. Laten we kijken wat we als middelen extra, door maatregelen die wij denken, niet pijnlijk hoeven te zijn, maar wel noodzakelijk zijn, structureel, door die door te voeren, zodat we wat meest essentieel noodzakelijk is, we weten volksgezondheid, natuurlijk onderwijs, en uiteraard bepaalde subsidies waarvan je nog niet direct af kan komen, dat die zaken kunnen lopen. En dat wordt allemaal meegenomen in die nota. De minister van Onderwijs heeft duidelijk zijn bezorgdheid daar geuit. We hebben aangegeven, we gaan er alles aan doen. De universiteit is in dit geval een hele belangrijke actor. We moeten wel samen zitten. Er is een bepaalde realiteit daar. En we moeten de realiteit ook recht in de ogen kunnen aanzien en zeggen, luister, dit gaat moeten veranderen. Je hebt natuurlijk ook wat geërfd. Je hebt wat nieuwe inzichten, maar het gaat niet kunnen gaan op het niveau dat je wil. Als we de begroting zien die mensen hebben ingediend, dan zeggen we, oké, laten we echt scherp nakijken wat is haalbaar in een jaar en dat opbrengen. Adin zei verder dat de subsidies aan diverse organisaties en bedrijven nader bekeken zullen worden. De vicepresident benadrukt dat de regering niet meer kan snijden in de operationele kosten van de ministeries. We hebben er even kort over gesproken, maar het is begrepen. We hebben allemaal gezegd, kijk, in goed gemeen overleg en communicatie zou je altijd moeten kijken. En het is goed om kritisch naar elkaar te zijn. En dat gaat ons alleen maar scherper maken. Verder is er geen aandacht daaraan besteed. Meer op het punt wat u net zegt, het laatste. Wat wil je operationeel doen, laat die ministerie? Zo weten, we hebben sterk teruggebracht tot 50.000 per directoraat. Dat is een historische prestatie. Dat betekent, je brengt je uitgaven zo ver terug. Ga je lonen en salarissen kunnen stoppen? Nee, dat zijn de basisuitgaven die je gaat moeten doen. Bepaalde minimale subsidies. Maar je kan niet verwachten dat men gaat zeggen, oké, nu hebben we 50.000 per directoraat teruggebracht en dan moeten we nog meer gaan snijden. Kijk, dat zijn structurele veranderingen. Aldus vicepresident Ashwin Adin gisteren na het spoedoverleg in het perscentrum. Door gebrek aan financiële middelen zal de regering een ingrijpende nota van wijziging indienen aan het parlement.